allemaal, daar ben ik weer, Marielle Heuft van Sminkoppies. En in deze video ga ik jullie wat vertellen. Ga ik jullie wat uitleggen, ga ik jullie wat bijbrengen. Waar gaat het over? We zijn allemaal begonnen ooit. We hebben allemaal ons bedrijf opgebouwd. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestoken. We geven daar ook weer cursussen aan andere mensen in. Vinden we leuk. Maar wat gebeurt er nou om ons heen? En echt, dit is naar die mensen toegericht vooral. De startende sminkers die graag hun bedrijf willen promoten. Ik zie regelmatig, ik hoor regelmatig, dat zij daarvoor op Facebook, op flyers, maakt niet uit wat, foto's gebruiken van andere artiesten. Niet doen. Zeker niet doen. En waarom niet? 1. Je kwetst, nou dat niet eens, je raakt de artiest daarmee. Want die artiest heeft daar zelf ook de cursussen dingen voor gedaan om te kunnen wat er op die foto staat. Die kan jij niet zomaar gaan gebruiken als zijnde jouw werk. Gebruik er altijd eigen foto's voor. 2. Je kan die mooie foto's van die doorgewinterde artiest wel posten, maar van zijn levensdagen zelf nog niet namaken. Daar zul je eerst al die tijd en energie in moeten steken die wij, de langere sminkers, er al in hebben gestoken. 3. Je hebt te maken met wetten. Copyrightwet, AVG-wet. Je moet toestemming vragen of je die foto's mag gebruiken. Nou, dat. Dus niet zomaar doen. 4. Jij kan die foto neerzetten. Mensen denken, wauw, zij kan goed of hij kan goed sminken. Ze huren jou in. Jij gaat dat design maken. En geloof me, het lijkt niet op de foto. Want niemand kan iets precies namaken. Daar zijn wij mensen voor. Klant is niet blij. Klant raak je kwijt. De originele artiest zal ook niet geboekt worden, want die foto is immers gebruikt door degene die er een potje van heeft gemaakt of het niet helemaal goed heeft gedaan. Dus naast het feit dat je het voor je eigen bedrijf niet goed doet, doe je het ook nog eens een keer voor de eigenaar of eigenares van die foto niet goed. Dus je schiet er niks mee op. Wat er dan wel kan gebeuren, hè? Wat je wel kan doen is, je ziet een foto van iemand anders. Je denkt, wauw, dat design vind ik te gek. Neem dan eens contact op met die artiest en vraag, joh, ik vind jouw design zo leuk. Mag ik dat namaken? Mag ik dan mijn foto gebruiken? En dan 9 van de 10 keer zal de artiest in kwestie zeggen, ja, maar zet er ten alle tijde bij dat je geïnspireerd bent door mij. Want dat vinden wij wel heel leuk, dat we mensen inspireren. Ik vind het leuk als mensen onze designs willen maken, want dan voelen we ons vereerd. Maar noem dan ten alle tijde wel dat je geïnspireerd bent door de artiest van wie je het design hebt geleend, gezien, nagemaakt. En geef er altijd een eigen twist aan. Altijd. Want we zijn allemaal aparte eigen individuen. Nou is er nog een andere groep mensen. En dat is, vaak zijn dat de mensen die niet helemaal bewust doorhebben dat ze foto's gebruiken of pikken van artiesten. Dat is meer bijvoorbeeld een buurtfeestje, een buurendag. Iets wordt georganiseerd, gezellig, bij elkaar. En dan willen ze een leuke flyer maken. Dan denken ze, oh, ik zie op internet wat leuke foto's. En ik pak een sminkfoto en ik pak een springkus en ik pak dit, dat, zus, zo. Maak een leuke flyer en ik post dat. Vervolgens komt daar een kind. Die wil gesminkt worden, ziet die foto op die flyer en wil zich laten sminken. Op zo'n buurtfeestje is het vaak een buurvrouw of maakt niet uit, iemand die daar zit te sminken die het nog niet zo lang doet en dus eigenlijk helemaal nog niet kan wat er op de betreffende foto staat. Nou, kind niet blij, jij niet blij, wordt een toestand. Heb ik 1 tip voor die groep mensen. Huur gewoon de betreffende artiest in.
dan weet je zeker dat je feest nog meer succes heeft. Je weet zeker dat de kinderen blij zijn. En ja, je zal misschien wat meer geld kwijt zijn. Maar hey, daar hebben wij onze cursussen voor gevolgd. Hebben wij onze materialen voor ingekocht. Hebben wij onze verzekeringen voor afgesloten. Hebben wij de voorbereidingen om naar de opdracht toe te gaan. Hebben wij achteraf het schoonmaakwerk voor. Hebben we de cursussen die we volgen, workshops, whatever. Het is niet eventjes, we pakken onze spullen en we komen sminken en het is klaar. Daar komt een heleboel bij kijken. Dus vandaar. Maar voor de collega's of voor de beginnende starten, voor de startende sminkers, die foto's pikken, want zo zie ik het, hè, pikken, van de ervaren sminkers, niet doen. Want echt, je schopt alle ervaren sminkers zwaar tegen de schenen. Doe het niet. Maak je eigen foto's. En als je nog geen foto's hebt, trommel wat buurtkinderen van de straat. Ga die sminken en gebruik die foto's. Want dan ben je ook eerlijk naar je klanten toe. Dan ben je eerlijk naar wat jij kan maken. En niet wat je van een ander hebt gepakt. Dat is eigenlijk wat ik even kwijt wilde in deze video. Dus het is eigenlijk een beetje een bozige video, maar wel een belangrijke video. En ik bedoel het goed, hè mensen, ik bedoel het goed. Wens ik jullie allemaal heel veel sminkplezier. En tot de volgende keer. Dag. Oh, en wacht. Mocht je nou nog zelf een idee van, oh Maria, wil je dat alsjeblieft ook eens bespreken in een video? Geef dan gerust door. Dat kan in de comments hieronder. Of naar info@sminkkoppies.nl. Dan zeg ik nu echt heel veel sminkplezier. En tot de volgende keer.